Lucas, van harte gefeliciteerd. Hoe sta jij hier op dit moment? Ja, trots. Ik denk na vorig jaar heel moeilijk. En dat we dit snel rechtzetten, ben ik wel trots op. Had je dit verwacht, laten we zeggen, 3-4 weken geleden? Nee, ik was heel blij met de promotie. Hebben we toen ook heel goed gevierd. Zoals de trainer zei, die geloofde er nog heel fel in. En wij zijn gewoon blijven ons ding doen, blijven werken. En dat wordt nu beloond met het kampioenschap. Hoe voelt deze ten opzichte van die promotie? Is het een toetje of is het meer dan dat? Ik persoonlijk vind het meer dan dat, omdat het een echte prijs is. Kijk, missie promotie was eigenlijk redelijk... op een gegeven moment redelijk zeker in onze hoofden. Dus dan is kampioenschap toch nog wel net wat moeilijker en mooi. Heel interessant. Vraag wat. Ik geloof dat jullie... Hebben jullie de meta gelopen vandaag? Waarschijnlijk wel, ja. Jij zeker niet. Ik? Waarom niet? Was het een van mooiste doelpunten in jouw carrière? Of, Nee. Ja, okay. Nee, maar Lucas. Extern was het natuurlijk missie promotie. Was het stiekem in de kleedkamer niet missie kampioenschap? Ik denk van de eerste speeldag heeft trainer gezegd missie kampioenschap. Dus in dat opzicht, toen we tweede stonden, was dat vaker missie promotie. Maar ik denk dat missie kampioenschap altijd in het achterhoofd zat. Nou, is dit de mooiste van je carrière? Ja, het is ook de eerste. Ja, nou ja. Dus ja, dat is zeker de mooiste. Ja. Ja. Hoe verhoudt deze zich in jouw carrière überhaupt? Ja, fantastisch. Ik heb één met NAC, die tel ik niet echt degradatie, omdat ik nooit gespeeld heb. En dan één degradatie en één promotie. En promotie en een kampioenschap is toch iets aangenamer. Hoe was jouw seizoen, persoonlijk? Je bent een ander type middenvelder geworden, denk ik. Ik denk dat in de voorbereiding hadden we een keer getest met mij als een beetje lopende middenvelder. En dat beviel goed. En ik denk dat ik die lijn in het seizoen heb kunnen doortrekken en belangrijk ben geweest voor het team. Ja, dus, je kreeg een doelstelling mee van Henry. Ja, op het begin van het seizoen? Ja, ik dacht ik spaar die 10 voor een belangrijk moment. Hoeveel hebben we nu gemaakt? Ja, 10. 10. Ja, nou, dat was hem toch? Ja, dat was 15 op het begin van het seizoen. Wat zei hij? Nee, hij zei 10 doelpunten. Dus ik dacht spaar hem op voor het laatst. En het is goed gelukt. Ja. Wat nu? Nu, ik denk feest vieren zondag nog met de supporters. En een mooie huldiging. En dan even rust, vakantie.